Goedemorgen, ik zit net in de auto. Het is vandaag dinsdag en ik heb zo meteen een afspraak in Amsterdam. En het was vanochtend een beetje chaotisch bij mij weer, omdat ik aan mijn blog moest werken. Ik moest al wat dingen afmaken voordat ik wegging. Dus ik heb niet gevlogd vanochtend. Maar ik heb mezelf net wel klaargemaakt, mijn make-up gedaan en zo op mijn standaard manier. En er staat ook een video trouwens online over deze make-up look. Dus als je die wil zien, moet je even naar de video van gisteren kijken. Maar het waait super hard buiten en het stormt ook een beetje. Dus ik heb gewoon even een pet opgezet. En deze is van 94 Label. En die is nu helaas uitverkocht. Maar die worden weer aangevuld binnenkort. Eind juni geloof ik. Dus als je die nog wil bemachtigen, moet je eind juni even in de gaten houden. Oh, sorry, muziek ging aan. Maar goed, ik ga nu snel naar Amsterdam. Want ik heb een afspraak bij Real Hair Online, Universal Nails en bij Media Bureau. Dus het is een beetje chaotisch allemaal vandaag. Maar goed, het moet lukken. Ik heb alles af vandaag voor mijn blog wat ik af moest hebben. Dus dat scheelt. Maar ik moet nu wel snel naar Amsterdam toe gaan. Want anders dan kom ik ook nog te laat. Dus let's go! Even snel een outfit of the day nog voordat ik ga. Dit jasje is van Boohoo. T-shirt die ik hieronder heb is een grijs t-shirt. Dus ook van Boohoo. Dit vest is zeg maar zo'n draped vest. En die is van Primark. High-waisted jeans van de H&M. En ik heb hieronder nog mijn Adidasjes aan. Kijk. Zie? Mijn Adidas superstars. Dus ik ga nu naar Amsterdam. Ik ben net aangekomen bij Real Hair Online. En ze heeft mijn clipjes ingedaan. Kijk hoe mooi het eruit ziet. Heel vol. Dit zijn dan twee clips. Maar in principe kan ik zeg maar overdag gewoon één clip in doen. Maar ik vind het echt super mooi. Wacht, ik ga het in de spiegel laten zien. Kijk, hoe pretty is dit? Ze heeft mijn eigen haar ook een beetje meegekruld. Dan zie je het gewoon goed overlopen. Long hair, don't care. Ja, Manon heeft onze festivalclip-ins in. Het zijn twee setjes. En ze zijn makkelijk in te klippen. Eentje op oorhoogte, eentje op ooghoogte. Het is ook een donkere aanzet. Waardoor het toch wel heel natuurlijk valt. En lichte punten. Dus wil je deze clip-ins ook, dan moet je langskomen. Yes, naar Real Hair Online. Ik heb een link in de beschrijving. Dan mocht jullie het willen weten. Link, link, link hieronder. Yay! En ik ben er blij mee. Eindelijk een beetje volle bos haar. Het is veel beter trouwens. Ja, voor af en toe is dit gewoon leuk om... te dragen. En het is ook niet heel schadelijk voor je haar. Het is in ieder geval... Nee, je zit er gewoon in. Ja. En het zijn geen vaste extensions, dus je kan ze gewoon uithalen wanneer je wilt. Ja. Supermooi. Yay! Ik ben er net aangekomen bij Universal Nails. En we zitten eventjes achter de schermen. Want daar is Alfredo. Joe! En hij heeft net mijn clips eruit gehaald. En die gaat hij er nu weer even voor me inzetten. Maar als je het nog niet wist, Alfredo die werkt bij Universal Nails op de Kinkerstraat. En wie Alfredo niet kent, dat is beste vriend van Laura. Laura! Hi guys! Dus, ik ga dit er eens even inzetten hier voor je. Ik moet het even houd even vast. Oh, waar zit dat ding? Oh, daar. Nou, in principe pak je dan gewoon een plukje. Ja, je ziet het perfect. En dan kun je het een klein beetje toeperen. Ik heb nu geen kam, dus ik doe het heel lichtjes gewoon even zo met mijn vingers. En dan zet je hierin... Als je het iets strakker zet, kun je daarin heel mooi die clip zetten. En dan zit hij gewoon vast. En hier. Oh, even een klein beetje zo. Don't look at the person right next to me. We don't know who she is. Manon weet niet zo goed welke kleuren ze moet kiezen. Maar deze heb jij helemaal voor mij uitgekozen. Maar ben je er nou al uit? Ja. Welke? Sorry. Wat gaan we doen, schat? Het wordt zalmroze. Zalmroze. Salmon run. Ja, maar die is zo kijk mooi. Waar is die? Oh, in haar hand. Hallo, Nikki. Ik tutorial next to me. And she's so funny. Show your nails. Show your nails. Wacht. Kijk de nagel. Lampje aan. Oh my god. Mooi hè? Vertellen, wat is het? Dat weet niet iedereen, denk ik. Dit is... Monsters Inc! Ja! Kijk, als ik boos ben, dan zegt Mike, doei! Het is zo schattig. Mooi hè? I like it. I like it. Nee, ander keertje. Om meteen naar ons. Zo, ik zit weer in de auto en ik heb net mijn nagels laten doen bij Universal en zo zien ze eruit. Ze zijn echt een stuk korter, wow focus, een stuk korter.
En ik heb een zo'n kleurtje uitgekozen, want ik vind het wel mooi voor de zomerse dagen die eraan zitten te komen. Ik heb ook gelijk 2 broodjes kip curry gehaald, want ik moet zo meteen door naar Kickfit. Dat is kickbox tegen zo'n ding aan. En ja, ik moet daar om 8 uur zijn en het is nu 7:15. Dus ik moet echt gaan racen naar huis, want het is 3 kwartier rijden. En als ik dan eenmaal thuis ben aangekomen, dan moet ik me snel omkleden en richting de sportschool. Dus ik ga gewoon onderweg even mijn broodjes kip curry opeten. En dan moet het helemaal goed komen. Ik heb trouwens die clip-in extensions nog in. En ik ben er echt super blij mee. Het ziet er gewoon heel natuurlijk uit, moet ik zeggen. En ik vind het zelf wel mooier om af en toe even iets voller haar te kunnen hebben. En natuurlijk voor mezelf heb ik ook geen kort haar of dun haar. Ja, tenminste, het is wel dunner geworden. Maar ja, voor de afwisseling vind ik het gewoon leuk. Dus ja, ik ga nu naar huis. En dan zien jullie mij straks weer als ik daar ben aangekomen. Ik ben weer thuis, terug van Kickfit. En zoals jullie misschien hebben gemerkt, dat ik daar niet heb gefilmd. En dat komt omdat het een groepsles is die ik volg. En ik vind het niet zo netjes om daar mijn camera neer te zetten en dan iedereen random te filmen. Misschien willen ze helemaal niet in beeld of zo. Dus misschien dat ik ooit een keer kan filmen en dan kan laten zien wat ik precies doe bij Kickfit. Maar dat komt misschien nog in de toekomst. Als er niemand in de les is en gewoon 2 mensen, dan is het oké. In ieder geval, ik heb net gedoucht. Ik lig nu in bed. Ik heb mijn pyjama net aangetrokken en een lekker warm vest. Want het is super koud in huis. En dat komt waarschijnlijk omdat het buiten ook gewoon heel erg koud is. En ik ben nu nog even bezig op de laptop die hier voor me ligt. Wat artikelen schrijven en een beetje de reacties lezen van bezoekers. En daarna ga ik gewoon lekker slapen. Ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vonden om te zien wat ik allemaal heb gedaan vandaag. Ondanks dat ik niet veel heb kunnen filmen vanwege de drukte. Ik ging echt van hop naar her en van afspraak naar afspraak. En ja, ik heb niet eens tijd gehad om überhaupt mijn camera erbij te pakken. Alleen tijdens mijn nagels, zeg maar, had ik af en toe de tijd. Het doen van mijn nagels. Maar voor de rest niet echt. Maar goed, ik ga van de week gewoon weer vloggen. En dan zien jullie mij weer in de volgende video. En ik vraag me trouwens af of jullie een beetje gewend zijn inmiddels aan de nieuwe uploadtijd. Ik hoorde van sommigen dat ze het nog steeds niet zo heel erg fijn vonden dat ik 's middags upload. En misschien dat ik binnen een paar weken weer gewoon 's ochtends om 6 uur ga uploaden. Maar dan wil ik toch weer even jullie mening van weten. Van ja, zijn jullie nu al gewend? Of hebben jullie zoiets van, nou doe maar gewoon weer om 6 uur. Ik moet daar gewoon even goed naar kijken. En als ik het minder druk heb, want juni is gewoon een hele drukke maand voor mij vanwege de kwasten. Maar als die drukte voorbij is, dan kan ik gewoon weer om 6 uur 's ochtends gaan uploaden. En dan heb ik gewoon wat meer tijd voor vooruitwerken en zo. Dus nou ja, goed. Wie weet binnen een korte tijd dat het weer gebeurt. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten, want anders dan praat ik veel te lang tegen jullie. En ik moet ook nog wat dingen doen op de computer. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik zie jullie snel weer in de volgende video. Doei doei! Als je wil lachen, dan moet je dit even blijven kijken, want ik lag net echt in een deuk toen ik dit zag. Het is echt zo droog. Kijk. Serieus, wat bezielt je om dit op te nemen?